Back Hip Hop. Ja! Goedemorgen dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Luca en de laatste dagen kan ik elke dag zeggen dat het lekker weertje is. Vandaag ga ik dat helaas niet zeggen. Het is vandaag namelijk 3 graden. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is gewoon aan het sneeuwen. Maar goed, we gaan vandaag dus ook niks buiten doen. We gaan vandaag lekker naar een trampolinepark. Ik heb afgesproken met wat mensen bij Jump Square Amsterdam. En bij Jump Square Amsterdam hebben ze zo'n hele grote Max Air trampoline. Dus zo'n hele grote super trampoline. Dus daar gaan we nu heen. Even kijken of ik mezelf een beetje kan uitdagen daar zo. Hey! Yo, yo, yo! Wat is gek je nou? Gast, het sneeuwt, gast. Volgens mij had ik niet erop houden. Oh, het is zo koud. Zo, nou, we zijn er jongens. Hotza. We zijn aangekomen bij Jump Square en moeten jullie kijken jongens. De Max Air. Ik was helemaal vergeten hoe groot dit ding is. Het is echt insane. Zo, bij de Ookmeerhal ben je ongeveer dit soort trampolines gewend. Maar dan een Eurotram, dus die zijn veel harder. Springen. Deze die veer echt heel zacht en dat is echt super chill voor... voor twisten en zo. Maar we gaan dus even een lekkere sessie hebben hier zo. Holy shit! Was dat kwad? Oké, om het even goed te beginnen, Noah. Heb ik even een challenge. Zoveel mogelijk dubbel backflips achter elkaar. Kijken wie het meeste kan. Even als lekkere opwarming. Let's go. 1. 2. Let's go, let's go. 3. 4. Oh, lekker gast. Sick. Oh, helemaal duizelig. You good bro. Ja, grappig. Holy shit. Ja, hetzelfde. Oh, helemaal duizelig. Ja, dat had ik ook. Holy shit. Ga maar, even liggen. Even slapen. Ja, lekker man, lekker slapen. Oh, ja. Ik weet niet hoeveel het er waren. Hoeveel waren het er? 4. 4? Oké. Okay. Ja. Hotza! Ja, jij hebt echt hetzelfde. Oké, poging nummer 2. 2, 3. Ja, let's go, steady. Nu die full in naar full in proberen. Oh, dat wordt wel moeilijk, man. Oh, wow! Ik ben echt een full gewend, zie je? Holy shit, jij open hem. Ja, ik ben dat gewoon gewend dat ik dat gewoon spam. Oh, waar gaat hij eigenlijk voor? Voor triple full? De back. Oh, wow, 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 wow. Holy shit. Oké, laatst bij de Ookmeerhal heb ik Rudy ingedaan. En aangezien deze trampoline zo chill is, ga ik heel eventjes preppy doen. Even kijken of ik misschien kan inzetten. Mag hier Rudy in? Ja, even kijken of het kan. Maar, Heb je dat ooit op één trampoline gedaan? Nee. Maar je zet niet op de rand af, hè, wat je normaal gesproken doet. Oh. Hoi. Hey. Lekker. Ja. Hoe deed ik? Komt die calisthenics door hier naar boven? Bro, what the fuck? Wil je dat niet meer doen? Ik durf het denk ik niet. Ik wou hem inzetten en toen was het nee. Weet je nog op de airtrack toen een tijdje terug dat ik de back wilde inzetten, maar dat ik naar mijn rug naar anderhalf ging? Ja. Dat is precies dit. Helemaal kut. Dat was zo na. Ik was zo van overtuigd dat ik die Rudy in ging inzetten en dan op het laatst ging mijn air awareness helemaal weg. En toen, Dus ik ben heel eventjes chillen met wat water en dan ga ik straks weer door. Maar ik moet heel eventjes chillen. Het deed helemaal niet zo'n pijn of zo, maar toch ben je dan eventjes in de war. Want je was zo overtuigd dat je hem ging doen en dan toch niet. Dit is weer even tijd om door te gaan hoor. Ah, bijna. Oh, wow, yo. Gast, ga je voor triple? Nee, dubbele keer 3. Kijk of dat lukt. Nee, dat zou wel... Dat zou heel sick zijn, gast. Ga proberen, maar... Hey, Merlijn en Julius, pas op. Oh shit, ik dacht dat het moest gewoon, maar ik kom helemaal niet lekker uit. Wacht, wacht even. Hier. Oh, lekker. Ja, ja. Oh,
Okay, let's go. Doe een backflip full. Ja! Lekker! Dik, ouwe! Holy shit! Ik wil de volgende keer filmen voor je. Maar hij staat erop, hoor. Hey, dan ga ik voor je filmen. Ben je net weg en dan gebeurt het. Ik hoor best schreeuwen, ouwe. Okay, ik hoor ineens roepen dat ik mijn camera moet pakken. Wat is er dan? Jij en Rekkie moeten deze tegelijk doen. Wat is er dan? Heb je die TikTok gezien over het uitleggen met squatten en zo? Je kan zeg maar niet squatten met je schrijfhand omhoog. Bro. Dus wat is je rechterhand? Wat is je rechterhand? Wat is je schrijfhand? Ja, die. Nee, wil je het eens voordoen? Want ik snap het niet. Nee, mijn rug doet pijn. Ja, dat was vet, hè? Ja, die was goed. Ja, weet ik. Gewoon een moeilijke oefening. Maar soms oefen ik dit als ik alleen ben. Doe ik soms in mijn kamer zo en dan doe ik zo. Nee, ga niet nog een keer. Maar dat was het einde van de sessie. Dus ik ga weer even lekker naar huis. Even omkleden. En dan lekker de auto in. Zo, en ik ben weer thuis. En ik ben natuurlijk weer mijn auto al vergeten. Ik heb wel echt spierpijn van gisteren. Ik weet niet hoe het kon, want zoveel heb ik nou ook weer niet gedaan. Maar ik zit gewoon de hele dag door. Zit ik gewoon een beetje zo. Ik heb namelijk voor mijn verjaardag heb ik een massagegun gekregen. Zit ik gewoon de hele dag een beetje zo. Zo lekker mijn been te masseren. Ik weet niet of jullie dit kennen, maar het is een soort bolletje. En die gaat gewoon de hele tijd heen en weer. En dan kan je het zo op je spieren zetten. En dan gaat het gewoon lekker ontspannen. En het... Ja, het voelt gewoon echt heel erg lekker. Het is vandaag een beetje een korte video. Ik hoop dat jullie alsnog ervan hebben genoten. Ik zal binnenkort gewoon even proberen gewoon 10 tot 20 minuten. Dat het gewoon ietsjes langer is. Dit is wel heel kort. Maar laat zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer beneden en laat even een leuke comment achter. En zie ik je snel weer bij een nieuwe video. Okay.